bij deze nieuwe video. Vandaag weer een van mijn en jullie favoriete soort video's en dat is een AliExpress video. Ik ga vandaag weer een soort van bekend make-up merk van de AliExpress proberen. Bij mijn vorige video had ik het merk O2O geprobeerd en dit keer is het merk Vocalure, als ik het goed uitspreek. En dit is in principe ook een best wel bekend merk op de AliExpress. En ja, ik heb altijd de indruk dat als het dan iets bekender is, het iets beter is. In plaats van al die random, vage make-upjes van de AliExpress waarvan je niet weet wat ermee is gedaan. En ja, ik ben erg benieuwd. Meestal qua AliExpress make-up is het echt hits en misses. Het ene is echt super, super goed en het andere echt totaal niet. Dus ik ben weer heel erg benieuwd. Ik heb er verder niet echt veel over te vertellen. Dus vergeet niet te liken en te abonneren. En dan gaan we gewoon snel beginnen. Oké, ik ga vandaag eerst beginnen weer met de ogen. En ik heb hier een prachtig oogschaduwpaletje die er echt prachtig uitziet. En ik ben echt heel erg benieuwd ernaar. En dit is het Endless Possibilities Palet. Er zitten 30 kleuren in. Dat is echt een heleboel. Ik ga hem even openmaken. De verpakking is al prachtig. Dit is dan het paletje. Gewoon hetzelfde als de verpakking. En als ik hem openmaak, be ready to be mind blown. Want de kleuren zijn echt super mooi. Kijk dit. Oh mijn god. Dit zijn echt prachtige kleuren. Zo'n paletje is echt, ik hou hier echt van. Je hebt veel naturel kleuren. Je hebt een paar pops van blauw om een beetje wat heftigere looks te maken. Je hebt echt van alles en ik vind het echt prachtig. Je hebt ook een grote spiegel. Echt prachtig. Ik hoop dat die ook echt gewoon goed gaat werken. En omdat het echt zoveel kleuren zijn, kun je er echt zoveel looks mee maken. Dus ja, ik ga even kijken wat voor look ik ga maken, want ik heb er nog niet echt over nagedacht. En zoals gewoonlijk, als ik ga beginnen aan mijn oogmake-up, ga ik de lens veranderen, zodat we kunnen inzoomen. Ik ga eerst mijn ogen primen met mijn MAC Soft Ochre Paint Pot. Dan ga ik eerst beginnen met deze hele lichte nude kleur. Die heet Poppy Peach. Ik hoop dat die niet te licht gaat zijn, dus we will see. Ik pak weer de grootste kwast van mijn Sarah Marie Cosmetics oogkwasten set. Ik denk dat dit een iets te lichte kleur gaat zijn. Oh nee, dat valt op zich wel mee. Je kunt hem wel gewoon zien. Oké, mooi. Deze breng ik dan heel hoog aan in mijn arcadeboog. Er echt boven, gewoon echt tot aan mijn wenkbrauw bijna. Dan pak ik deze hele lichte oranje matte kleur. Die heet Panna Cotta. En ik gebruik nog steeds dezelfde kwast. En daarmee ga ik weer in mijn arcadeboog. En nou wel een beetje iets meer er echt in en onder die andere kleur. Deze twee kleuren lijken wel heel veel op elkaar. Alleen is Panna Cotta gewoon ietsje meer donker oranje. Dan pak ik de echte oranje matte kleur. Die heet Rust. En die doe ik ook weer in mijn arcadeboog en onder die twee andere kleuren. Deze breng ik iets zachter aan. Want dit is toch wel een iets feldere kleur. Dit doe ik om het meer donker te maken en iets meer oranje. Iets meer diepte te creëren. Ik gebruik gewoon nog steeds dezelfde grote kwast. Dan pak ik deze donkerbruine matte kleur, die heet Choco Fierce. Wat ik wel een beetje mis in dit paletje is een bruine kleur die iets lichter is dan die. En wel donkerder dan die. Een beetje een middenkleur, maar ja, die is er niet. En hiervan pak ik echt maar een heel klein beetje. En hiermee ga ik het dus echt heel donker maken. Ik gebruik nog steeds dezelfde grote fluffy kwast. Omdat ik het gewoon allemaal heel smoky wil hebben. Vandaar dat ik het gewoon bij deze grote fluffy kwast hou. Pas op dat je van deze donkere kleur niet te veel pakt. Anders kan het een beetje een modderige bedoeling worden. En dat wil je ook weer niet. En gewoon blijven blenden totdat het mooi inblendt met die andere twee kleuren. Nou ga ik met concealer even een halve cut crease maken. Een van de fijnste concealers voor een cut crease is nog steeds de Catrice Camouflage Concealer. Deze concealer is zo dik en zo gepigmenteerd. Hij glijdt ook gewoon zo makkelijk over het oog. Deze is zo fijn voor een cut crease. Dan pak ik deze hele lichte roze glanzende kleur. Die heet Pixie Dust. Ik maak mijn kwast nat met fixing spray. En deze kleur breng ik dan zo aan op de cut crease. Dit is niet een super glanzende kleur. Het is gewoon met een klein beetje glans erdoorheen. Ik breng het niet aan tot het einde. Ik stop ongeveer iets over het midden. Dan pak ik deze donkere blauwe glanzende kleur. Die heet Date Night. Deze kleur ziet er echt prachtig uit. En de blauwe kleur breng ik dan aan ook op mijn ooglid. Maar richting het einde. In de buitenste ooghoek. En ik blijf de kleur gewoon op elkaar stapelen totdat ik hem blauw genoeg vind en gepigmenteerd genoeg vind. En dan ga ik het inblenden met de glanzende lichte roze kleur ernaast. Dan pak ik deze zwarte matte kleur, die heet Black Sand. En met een platte fluffy kwast ga ik die een klein beetje aanbrengen hier in de buitenste hoek. Maar echt alleen maar daar in de hoek om een beetje blauw met het bruin te blenden en het allemaal iets donkerder te maken daar.
Die lichtroze kleur Pixie Dust breng ik ook aan onder mijn wenkbrauwen. Nou mensen, ik heb tot nu toe niks slechts te zeggen over dit paletje. Het zijn prachtige kleuren, ze blenden fijn. Ze zijn ook echt gepigmenteerd zoals je kunt zien. Als ik dan moet klagen over iets is dat de kleuren, vooral de glanzende kleuren, wel een beetje korrelig zijn. Maar echt, that's it. Ik weet ook nog, voordat ik met mijn kanaal hier begon, had ik dus echt heel veel make-up van de AliExpress, lipsticks, oogschaduwpaletjes, allemaal om gewoon te oefenen en gewoon leuke looks te maken. Dus ik zou in die tijd dit paletje zeker te weten hebben aangeschaft en er ook echt heel blij mee zijn geweest. Ik vind het echt een heel goed paletje, vooral voor de super lage prijs. Dan zou ik voor nu even klaar met de ogen. Ik ga even een eyeliner aanbrengen. Ik besef me net dat ik helemaal geen eyeliner heb van dit merk. Ik weet niet waarom, misschien gewoon vergeten of gewoon niet gehad. I don't know. Dus ik gebruik eventjes de NYX Liquid Eyeliner in de blauwe kleur. Dit is de kleur Sapphire. En hiermee ga ik gewoon een streep maken op mijn ogen, dus geen wing. Doordat ik nou een blauwe eyeliner heb opgedaan in plaats van zwart, maakte de look toch een beetje iets anders. En ik vind dat het mooi inblendt hier met de blauwe oogschaduw. Ik heb wel een mascara van dit merk. Er staat verder volume en lengte mascara, staat hier op de zijkant. Zo ziet hij dan eruit. Hij is mat zwart en de dop is glanzend zwart. En dit is dan hoe hij eruit ziet. Gewoon lang, dun en een beetje zo plasticachtig. Dan ga ik deze gewoon even gebruiken voor mijn wimpers. En ik zie nu al, ik vind hem wel fijn. Hij geeft niet echt veel volume, wel veel lengte. De wimpers die ik ga gebruiken zijn TL3 van Tati Wimpers. En dan ben ik zo terug. Zo, wimpers zitten erop. Kunnen we nou beginnen aan het gezicht. Ik heb geen nieuwe primer, want ik heb al vaker verteld. Als ik een foundation test, wil ik er een primer onder doen die ik al ken. Waarvan ik weet dat die gewoon goed is. Zodat als de foundation niet goed presteert, ligt het tenminste zeker aan de foundation. Ik ga primen met de Revolution Super Fruit Extract. Dit is een serum, maar ook een primer in één. Het is een beetje een glowy primer. Ik heb hem ook wel eens gebruikt gewoon alleen als serum. Maar daar vind ik hem niet zo fijn voor. Omdat hij gewoon heel erg plakt. En hij maakt mijn gezicht een beetje glanzend en zo. Ja, en dat vind ik gewoon persoonlijk fijner als primer. Dan heb ik hier de Air Fluid Foundation. Nou wordt het spannend, want deze kleur, ik heb maar één kleur. Dus ik hoop dat hij een beetje gaat matchen. Het is de kleur 4 Honey. En ik ben heel blij dat ik nou geen zelfbruiner op heb. Want hij is aan de lichte kant. Dus ik denk dat hij nou wel gaat matchen. Dit is de Air Fluid Foundation Long Lasting Foundation. Hij is echt super lang. En er zit 35 gram in. Ik schud mijn foundations altijd eerst. En het heeft een pump. En ook van dit merk heb ik hun make-up spons. Dus die ga ik ook proberen. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ben niet echt zo'n fan vaak van de AliExpress sponsjes. Omdat ze gewoon altijd best wel hard zijn. Zo ziet hij eruit. Een beetje een roze zalmkleur. En hieronder is hij zo plat. Ik ga hem wel even nat maken. Nou is hij nat. Hij wordt echt super groot. Dit is echt huge. Maar hij is wel lekker zacht. Dat vind ik wel fijn. Dat is vaak niet. Dus ik ga gewoon deze foundation aanbrengen. Ik ben niet zo'n fan van de foundation. Hij is wel iets te licht, maar ik kan er wel mee werken. Maar hij heeft een hele lichte dekking. Echt gewoon een lichte dekking. Als jij van een lichte dekking houdt, dan is het meer jouw ding. Maar ik vind hem ja, een iets te lichte dekking hebben. Hij maakt mijn gezicht niet heel mooi smooth. En ik hou er altijd van als het lijkt alsof er een soort van filter over mijn gezicht heen zit. Bijvoorbeeld de Benefit Foundation, die heeft een lichte dekking, maar maakt wel mijn gezicht mooi smooth. Dus daar is wel echt een verschil in. Maar ja, die is ook like 100 euro. Ik breng gewoon even iets meer aan. Misschien krijg ik dan iets meer dekking. Kijk, ik heb nou hier ook echt iets meer dekking. Oké, dat is wel fijn. Dan ga ik verder met de concealer. Dit is de Liquid Long Lasting Concealer. Ook in de kleur 4 Medium Honey. Zo ziet hij eruit. Hij lijkt een beetje roze. Ik hoop niet dat hij te roze gaat zijn. Normaal is honey meer beige en niet roze. Maar goed. Lang leven AliExpress. Wat is dit? Dit is gewoon een kleurcorrector. Dit is letterlijk de kleur van een kleurcorrector. Oh mijn god, ik ga hem niet eens op andere plekken aanbrengen. Dit is zo'n foute kleur. Hij is letterlijk gewoon zalmroze. Ideaal voor onder je concealer, voor als je wallen en zo wilt bedekken. Maar niet gewoon als concealer op zich. Dus ik ga hem echt alleen maar hier onder mijn ogen aanbrengen en meer niet.
Het nadeel aan de grootte van de spons is dat je niet heel makkelijk zo hier onder je ogen komt. Nou, het heeft ook een hele lichte dekking. Dus als je hem uitblendt, dan blendt hij een beetje soort van gewoon weg. Dus ik ga het gewoon ook aanbrengen hier op de andere plekken. Voor iets meer dekking. De concealer en de foundation, ze lijken echt heel veel op elkaar. Allebei echt een hele lichte dekking. Van een concealer accepteer ik dat gewoon niet. Want een concealer moet dekken. Want daar is letterlijk een concealer voor. En de kleur is gewoon super fout. Dus ja. Dan ga ik ook contouren. Ik heb hier de Glow Contour Stick in de kleur nummer 3 Coffee. Zo ziet die eruit. Gewoon zo klein en zwart. Het is gewoon zo'n kleine cute stickje. De kleur lijkt in principe oké. Hij trekt wel een beetje aan de huid. Dat is weer iets minder fijn, want dan trek je een beetje foundation en zo weg. Hij zou iets meer smooth moeten aanbrengen. En dit blend ik dan ook weer uit zo met de Beauty Blender. Hij blendt ook een beetje stroef uit. Het is een beetje een stroef product. De kleur is echt prachtig en zo'n stick vind ik ook altijd wel handig. Maar hij had iets meer creamy moeten zijn. Maar op zich lukt het wel. Dan heb ik hier ook de Flawless Setting Poeder. Hopelijk is die kleur wel oké. Ik heb hem in de kleur 02 Ivory. Zo ziet de verpakking eruit. Ziet er echt prachtig uit. En je krijgt een klein sponsje erbij. De kleur ziet er op zich best goed uit. Een beetje wit met een roze ondertoon. Echt alles hier is roze. Ik vind de spons iets te groot voor onder de ogen. Dus ik gebruik gewoon dit sponsje die erbij komt. En dan breng ik het gewoon zo aan onder de ogen. En dan haal ik de poeder er allemaal weer zo gelijk van af. Ik heb de poeder een beetje over mijn hele gezicht aangebracht. Omdat mijn gezicht een beetje plakkerig was. Dus hiermee gaat het een beetje weg. Zo, mijn gezicht is nou een beetje roze. Vooral hier onder mijn ogen. Omdat die concealer gewoon echt te roze oranje was. En de poeder heeft ook een roze ondertoon. Waardoor het het roze in elkaar naar boven haalt. Zeg maar. Dan heb ik hier het Sculpt & Glow paletje. In de kleur 03. Ziet er ook weer prachtig uit. En dan heb je hier een lichte contourkleur en een highlight kleur. Ik ga hiermee even contouren. Ik hoop niet dat hij te licht is. Ja, op zich is de kleur niet te licht. Het is gewoon een goede contourkleur. Ik vind dit wel een fijn paletje. Hij is ook zo lekker klein, handig to go met een grote spiegel. I like it. Wat ik ook altijd doe nadat ik heb gebaked, breng ik altijd een pressed poeder aan in een lichte kleur onder mijn ogen voor extra dekking. Ik heb daar alleen niks voor van dit merk, dus ik gebruik gewoon even mijn Benefit Hello Flawless poeder in de kleur I Love Me Ivory. En dan weer die mega spons. En dan breng ik het gewoon altijd zo hier extra aan. Dit doe ik echt altijd. En nou is het extra fijn, want dan kan het een beetje dat roze een beetje weghalen. Dan een beetje fixing spray. Dit merk had geen fixing spray, dus ik gebruik mijn MAC Fix Plus. Dan ga ik mijn ogen afmaken. Ik gebruik even een zwart oogpotlood van Colourpop. En deze breng ik aan in mijn waterlijn. En dan pak ik eerst de matte zwarte kleur Black Sand. En die druk ik in mijn waterlijn. En dan pak ik de oranje kleur Rust. En daarmee ga ik het een beetje onderin uitblenden. En dan pak ik de glanzende blauwe kleur Date Night. En daarmee ga ik een beetje over het zwarte heen. Om een beetje een soort van blauwig effectje er doorheen te krijgen. Dan pak ik weer de licht roze glanzende kleur Pixie Dust. En deze breng ik aan in mijn binnenste ooghoeken. En dan een beetje mascara op de onderste wimpers. En dan is de ooglook af. Ik vind het echt een hele leuke ooglook geworden. Ik ga de mascara er hier zo meteen afhalen. Hij moet eerst even drogen en dan kan ik het eraf schrapen. Ze hadden natuurlijk weer geen bronzers. Japanse / Chinese merken hebben gewoon vaak geen bronzers. Omdat het daar meer in is om een lichte huid te hebben. Dus ze bronzen daar niet echt. Dus ik gebruik mijn NYX matte bronzer in de kleur medium. Een hele mooie kleur. En daarmee ga ik dan gewoon even mijn hele gezicht een beetje bronzen. Want ik hou niet van licht zijn. Ik wil altijd lekker bruin en gebronsd zijn. Ik heb hier wel een blush van hun. Dit is de Silky Powder Ombre Blush. En ik heb hem in de kleur 03 Tequila Sunrise. Dit is dan de verpakking. Gewoon een heel basic verpakkingje. En dit is dan de blush. Het is dus echt een ombre van licht naar heel fel roze. Met een spiegel erbij. Vind ik ook fijn. Chinezen maken wel altijd goede verpakkingen. En er zit een hele lichte glans doorheen. En dit ga ik dan gewoon zo aanbrengen bij mijn wangen. Ja, hele fijne blush. Hij brengt ook mooi aan. Hij is ook niet te gepigmenteerd, want dat heb ik ook vaak met AliExpress blushes. Dat er gewoon zoveel pigment afkomt dat mijn hele wang
ineens roze is en echt way too much. En dat heeft deze blush niet. Dat vind ik wel fijn. Je kunt hem zo mooi opbouwen. Ik breng weer lekker veel aan, want blush vervaagt altijd heel snel. Dan heb ik hier ook een highlighter. De Ultra Glow Beam Highlighter in de kleur 03 Double Gleam. 03. Lijkt op die van MAC. En dit is dan de kleur. Een hele mooie goudachtige kleur. Je kunt hem hier zien. En in dit paletje zat ook een highlighter. Dat was deze. Die lijkt iets meer richting de peachy kleur. Maar die lijkt iets feller te zijn. Dus ik ga ze allebei aanbrengen. Ik ga eerst deze aanbrengen hier. Ja, super mooi. Dit is een beetje een peachy kleur. I like it. Lekker heftig ook. Ja, heel erg mooi. Ik vind dit paletje echt top. Oh my god. En dan maak ik mijn kwast weer schoon. En dan pak ik deze. Die leek iets minder heftig op de swatch. But we will see. Nee, ook heel mooi. Deze is echt iets meer geel-goud. Vind ik persoonlijk ook gewoon heel mooi. Oh, I like it. Al is deze dit denk ik iets heftiger. Hier zit iets meer glitter in. En deze is iets meer soft, maar ik vind ze echt allebei top. Ik wil alleen niet rondlopen met twee verschillende kleuren op mijn gezicht. Dus ik ga deze ook aan die kant aanbrengen, omdat ik die qua kleur iets te donker vind voor mijn huidskleur. Maar zodra ik weer zelf bruiner op heb, gaat die kleur echt geweldig zijn. Meestal in dit soort paletjes, als er dan zo'n highlighter bij zit, dan is die echt vaak echt helemaal niks. Maar hierin is hij wel echt heel mooi. Ik ben echt een beetje impressed. Ik breng ook aan in mijn binnenste ooghoeken om het daar iets heftiger te maken. I like it. Lekker extreem nou. Dan als laatste de lippen. Die zitten er hier heel sneu bij. Dan heb ik hier een lipstick in de kleur 51 Melon. Een licht paarse kleur. Ik weet niet wat voor kleur dit gaat zijn. Dit is de Ultra Chic Lips. Oh, oké. De kleur ziet er oké uit. Wow, ik schrok echt. Het is een beetje een nude-achtige kleur. Het is een matte liquid lipstick. Heel erg nude. Dit moet ik wel echt gaan combineren met lippotloodje. Anders wordt het echt een fiasco. Ik gebruik mijn MAC lippotlood Whirl. Ja, echt een hele mooie nude kleur. Wel echt heel licht. Dit is dus de kleur 51. Dus mocht je die ook halen, weet wel, hij is wel licht. Maar met een lippotloodje kun je in principe gewoon altijd alles opdoen. Hij is wel heel plakkerig. Kijk dit. En het gaat er helemaal af. Dit kan echt niet, jongens. Hij is veel te droog, veel te plakkerig. Nee, deze is voor mij echt een nee. En ik ga hem ook gewoon eraf halen, want dit kan echt niet. Ik ga even een andere lipcombo opdoen. Ik gebruik dit lippotloodje van Morphe in de kleur Sweet Tea. Dan deze matte lipstick van Kiko in de kleur 327. En dan als laatste deze Kiko 3D Hydra Gloss in de kleur 2. En dan deze Technique Magic Mist Setting Spray. En dan zijn we klaar. Nou, dit was dan de make-up tutorial. Ik ben weer heel blij met de make-up look. Ondanks dat er weer een paar producten bij zaten waarvan ik denk, nee, ben ik toch wel blij met de overall look. Wat vond ik van alles? Wat vond ik goed? Daar ga ik eerst mee beginnen. Deze spons is oprecht heel erg zacht, heel erg groot. Je bent snel klaar. Vooral als je een groot hoofd hebt, is het heel erg fijn. Het enige wat dan minder is, is dat je iets minder goed onder de ogen komt. Welke ik echt heel goed... Een van de producten die ik echt super super goed vond is dit Sculpt & Glow paletje. Oh my god. De contour en de highlights zijn allebei echt super fijn. Blenden fijn. Deze is heel heftig. I really like it. Ik vind de blush ook heel erg mooi. Zoals je kunt zien is hij niet too much. Ik heb wel veel aangebracht. Maar hij blendt gewoon heel fijn. Deze Beam Highlighter ook echt een top product. En dit oogschaduw paletje. Mensen, echt... Ik raad hem echt zeker te weten aan. De kleuren zijn prachtig, blenden fijn uit. Ze zijn ook gewoon fel. Als ik er zo een look van kan maken, dan kun je er echt alles mee maken. Dus dit paletje raad ik ook echt zeker aan. Wat ik wel goed vond, maar niet echt per se echt heel goed, is de mascara. Is een oké mascara. En de poeder is ook gewoon een oké poeder. Hij heeft wel een licht roze ondertoon. Dus hij haalt wel het roze in je huid naar boven. Dus ja, als je een huidskleur hebt als mij, is dat niet echt ideaal. Wat raad ik niet per se aan? En dat is de foundation. Hij was niet echt super, super slecht of zo. Maar hij had gewoon echt bijna geen dekking. Maakt mijn huid niet per se heel smooth. Dan kan ik gewoon net zo goed gewoon geen foundation opdoen.
De concealer. Oh mijn god, deze kleur slaat echt helemaal nergens op. Medium honey. Dat zou een beetje een beige kleur moeten zijn. Maar het is gewoon straight up een color corrector kleur. Hij is ideaal als onder de concealer om je wallen mee te bedekken. Maar als concealer, nee. En hij heeft ook bijna geen dekking. De contour stick vind ik ook gewoon te stroef. Waardoor je de make-up eronder eraf haalt. De kleur was wel mooi. Maar hij had wel echt meer creamy moeten zijn. Ja, en de matte liquid lipstick. Oh mijn god, één plakkerige zooi. Als je lippen elkaar aanraken, gaat het er ook echt gewoon van af. Dus nee, dit was echt het slechtste product van al deze producten. En dat was het dan. Ik hoop dat iedereen weer heeft genoten van de video. Ik vond het weer heel erg leuk om te maken. Like always. Ik ben echt altijd de meest blije persoon ever. En zoals ik altijd doe, ik zet weer alles onder deze video in de beschrijving. Dus mocht je nou iets willen bestellen, dan staat het daar kant en klaar voor jullie. Vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren, like always. Je kunt hier op mijn hoofd klikken om te abonneren. Ik plaats ook twee video's die je misschien ook wilt gaan bekijken. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doeg!